Wat een mooi papier. Ja, ja. Echt heel mooi ingepakt. Nou. Ja, heel mooi ingepakt. Hey kijkers, welkom bij weer een nieuwe video op ons kanaal. Vandaag gaan we vloggen en we nemen jullie mee, want Gio en Melanie zijn vandaag 18 jaar geworden. En we gaan jullie een beetje meenemen door de dag. Dus doe alvast dat blauwe duimpje omhoog. Laat even weten of je het een leuke video vond. En nou, we gaan beginnen. Nou, zoals jullie zien is het een beetje een grote bende in de keuken. Maar dat komt omdat ik ga koken vandaag. Er komen ongeveer 40 mensen. Ik ben al aan het koken. Het is heel vroeg. Dit is de bende in de keuken. En in de bijkeuken liggen ook alle broodjes al klaar. Tweede magnetron. We gaan koken. De kip die lekker staat te pruttelen. Ik heb hier de knoflook al gesneden. En die ga ik zo met het knoflookpersje persen. Daar gaan we lekker curry-eieren van maken. Het is inmiddels 11 uur of half 11. Ik ben om 8 uur begonnen met koken. Maar ik ben nu aan de uien toegekomen. Dat kan je wel zien. Daar kan ik dus niet tegen. Ik ben even een aantal uien aan het snijden. Ja, zoals je weet moet iedereen bijna daarvan huilen. En ik dus ook. Helaas. Koken is klaar, dus ik ga nu maar eens even kijken waar Mel en Gio uithangen. Die liggen dus nog op bed. Goedemorgen. Goedemorgen. Komen jullie eruit? Ja. Huh? Ja, ik wil eruit. Graag. Nou, gaan we even kijken bij Gio. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom je eruit? Ja, eruit. Uit bed. Ja. Het is tijd om eruit te komen. Hoe laat is het? 11:30. Dat kan al 2 uurtjes toch? Ja, dag. We hebben nog genoeg te doen. We hebben nog genoeg te doen, Gio. Hey. Ja, joh. Ja. Kom op. Hey, Thomas. Ze liggen allebei nog te pitten. Tenminste, allebei. Alle vier zijn gisteravond uit geweest. Ja. Ten slotte waren ze om 12 uur 18 jaar. Dus daar hebben ze gelijk maar gebruik van gemaakt. Maar nou ja, ik hoop dat ze er zo uitkomen. En dan gaan we het huis verder eventjes klaarmaken voor de visite. Inmiddels is Marcel ook thuis gekomen. Ik heb gedoucht en mijn haar gewassen. En alles is klaar, hè? Ja, als het goed is wel. Goed gedaan, hè? De visite is er al. Als het goed is wel. Ja, de visite is er wel. Hallo. Hoi. Wel? Wat heb je allemaal gekregen al? Ik heb een heel mooi armbandje en een kettingje van de ouders van Jasper gekregen. Prachtig. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Heel mooi. Nou, we gaan nu het cadeautje geven. We zijn een beetje aan de late kant. Nee, ik ben niet eerst. Gio is ook gaan vloggen, toch? Ja. Maar wij zijn eerder. Lekker Frank, wacht, Gio. Mag ik het openmaken? Mag ik het openmaken? Hartelijk gefeliciteerd, schat. Of moet ik wachten? Nee, maak maar open. Ja, die is via. Nou. Zou ik het goed hebben? Zou ik het goed hebben? Ik weet het niet. Ik weet niet wat jij bedenkt. Ik wist het. Oh, ik zei het gisteren nog. Echt? Ik denk ook dat ik weet wat het is. Wat is het dan? Een horloge. Of iets. Want ik zie een stickertje met de watches staan. Wat ik kan zeggen, je mag hem gewoon kijken. Wacht, ik ga straks onder. Dankjewel, man. Heel mooi, ja. Oh, gelukkig schat. Hebben zo je best gedaan, joh. Ik ben vlak. Ik heb dus een dieselhorloge gekregen. Kijk eens. Oké, okay, nou dat waren onze cadeautjes. Gio is nog een beetje aan het stoeien. Ja, ik moet het dingetje eraf krijgen, maar het lukt niet echt. Oh. Kan iemand Juliette, tenminste, Jultje, die gaat, ja, die gaat het cadeautje geven. Dus nou ja, gaan we eens even kijken. Oh, wat leuk. Allemaal briefjes in. Allemaal van tekenen. Nou, het cadeautjes geven gaat maar door. Ja, kijk, allemaal van collega's. Zo. Allemaal handtekeningen op. Ja, heb je nou het cadeautje al gegeven? Oh jongens, het gaat allemaal zo snel hier. Nee, het gaat allemaal zo snel. Wat heb je gekregen? Een North Face shirt. Een North Face shirt. Wow. Ja, ja. Wow. Om het compleet te maken. Wat een mooi papier. Ja, ja. Heel mooi ingepakt. Nou. Ja, heel mooi ingepakt, hè. Het is echt leuk uitpakken. Leuk. Ja, ik ben er goed in. Wat is het van? Calvin Klein. Ook al. Nee, ik heb er helemaal aan gedacht. Wat heb je gekregen? Wacht, dat mag niet op YouTube doen. Nee, ik word het zeggen. Oh. Oh. Heb je hem nou gegeven? Oh, 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 oh. Kijk toch. Oh. Ja, ja, Gio. Ja, ja. Hé, hey, daar sta jij in. Jultje, gewoon niet open. Nou, maar niet met Jappie. Ja, maar niet met Jappie. Ja.
En achter ons is het perfecte oven. Ja, alles is klaar. Alles is klaar. En het ziet er heel erg lekker uit. Ja? Ja, het is heel erg lekker, want ik heb er heel veel van op. Ja, dat klopt. Jij kent het al, hè? Ja. Nou, oma gaat ook eten. We hebben voorgezeten. En het is nu donker geworden, dus iedereen heeft lekker gegeten. En nu gaan we naar de achterkant. Ja, het is een beetje donker, denk ik. Maar goed, we zitten nu gezellig aan de achterkant. Iedereen lekker kacheltje aan. En binnen zopen ze ook natuurlijk nog. Dus we gaan zo de taart beginnen. Binnen is het ook nog een drukke boel. Wat kun je wel zien, dat zijn zij. Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Verder gezellig nog buiten. En de kinderen zijn binnen aan bierpongen. Goedemorgen. Het is nu de volgende dag, 25 september. En we zijn even de schade aan het opnemen. We hebben gisteren natuurlijk nog even doorgefeest. Schade? Tot diep in de uurtjes, in de late uurtjes. Welke schade? Ja, we hebben geen schade. Maar ja, dat gaan we wel even altijd opnemen. De puinhoop. Nee, het valt reuze mee. Ja. Het ziet er allemaal nog netjes uit. Zullen we zijn er ook wat op? Binnen, zullen we ook eens even binnen kijken? Hi Jack! Hallo? Vond je het gezellig gisteren? Moest je zitten te wachten. We gaan alles op zijn plek zetten. Hè? De keuken, dat is nog het ergste denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. We gaan nu de rest opruimen. En nou ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden deze vlog. Af en toe een beetje rommelig. Dit was een kijkje op de verjaardag van de kinderen. Ja, van de kinderen. Hoe wij ze altijd alle jaren vieren. Ja. Dus nou ja, doe nog even dat blauwe duimpje omhoog. Laat even weten of je het leuk vond en hoe jullie je verjaardag vieren. Ja, dat lijkt me. Daar ben ik wel benieuwd naar. Volg ons ook even op Instagram. En we zien jullie dan later, hè. Tot de volgende video. Doei! Doei! Doei.